Roxanne Hazes ergert zich behoorlijk aan de manier waarop Rachel de erfenis van haar vader André uitbuit, tot badslippers bij de Lidl aan toe. Vooral omdat Rachel vanwege een clausule in het testament van André helemaal niet zijn echte erfgenaam blijkt. Gaat Roxanne dit uitvechten in een bodemprocedure? Er is tot nu toe niets aangekondigd en dat is volgens Evert Santegoets veelzeggend. Hij zegt in de podcast Strikt Privé, nee, het is erg stil. En dat komt omdat molens langzaam draaien, maar omdat ik ook het idee heb dat er achter de schermen gewerkt wordt aan een schikking. Hij vervolgt, dat we het toch niet meer in de rechtszaal gaan terugzien, maar dat de gevolgen van die rechtszaak en die bepaling in het testament van André ervoor gaan zorgen dat de partijen toch om de tafel gaan. Evert kan dat niet met zekerheid zeggen. Ik weet het niet zeker, ik krijg daar geen bevestiging van en dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Ik denk dat er gesprekken gaande zijn en dat er dan ineens naar buiten komt dat het gesetteld is. Dan zal er betaald zijn door de ene partij aan de andere. Zou een schikking ook een einde maken aan de moeder-dochter-ruzie? Dat zal dan niet verbeterd zijn. Rachel kennende is het ook niet, streep eronder en we gaan weer vrolijk verder. Ik denk dat die verhouding toch wel voor langere tijd vertroebeld is, zo niet voor de rest van hun leven.